Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen op een overvloedige wijze, zoals Hij beloofd heeft in de naam van de Heer Jezus. Alleen dat dit leven met overvloed dat de Heer Jezus belooft, dat begint niet aan de buitenkant, maar het begint in uw binnenste. De Heer Jezus belooft leven en leven met overvloed. Maar dit leven met overvloed dient te beginnen in ons binnenste. En het is dit dat vele mensen niet begrijpen. Zij eisen van God dit leven met overvloed dat Hij beloofd heeft in Johannes hoofdstuk 10. En vaak raken ze zelfs gefrustreerd, want ze bidden, ze roepen aan, ze vasten. Zij doen, of zij komen hun verplichtingen na, zoals wij hebben gesproken over de Joden die de zaterdag eerden, de Sabbat. Maar wat baatte dat als zij van binnen, als hun hart alsnog gehecht was aan hun zonde? Wat baat het de persoon vandaag de dag? In de universele kerk hebben wij dit geloof. Het geloof om te offeren, op het altaar te leggen, alles wat wij zijn, wat wij hebben en dat wij willen hebben of willen zijn. En de mensen komen tot het altaar tijdens de campagnes van geloof, de campagne van Israël. Op die momenten doen zij dit, niet allen. Niet allen. Maar diegenen die alleen maar zeggen dat ze het doen, ze geven slechts een beetje van zichzelf, want het baat u niets te offeren en iets waardevols op het altaar te leggen, of een grote waarde, een groot bedrag op het altaar te leggen en vervolgens van God het leven met overvloed te eisen. Dit zal dat niet veroorzaken. Want u kunt uw eigendom of uw bezit nemen, uw waardevolle bezittingen nemen en al uw geld nemen en het leggen op het altaar. Maar als u uw hart niet zou leggen, als u uw leven niet zou leggen, als u uw oude leven niet zou achterlaten, dan zou het u niets baten, dat offer op het altaar. Want het offer op het altaar heeft alleen waarde wanneer dat offer de ziel van de persoon bevat, gelegd op het altaar. U ziet dat de Heer Jezus dit leerde in Matteüs hoofdstuk 5, vers 24, zegt Hij, daar zegt Hij, als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter. Plaats het niet op het altaar. Laat het daar bij het altaar achter. En ga heen, verzoen u eerst met uw broeder. En kom dan terug en offer uw gave. Dat houdt in dat de Joden, zij leerden offerandes te presenteren, offers te presenteren ter vergeving van hun zonde. Maar dit was simpel. Want zij begingen een bepaalde zonde. Zij namen een bepaald dier dat zij presenteerden om geofferd te worden in hun plaats. En ze werden vergeven van hun zonde. Maar deze handeling in eerste instantie was, dit was slechts een symbool van hetgeen dat jaren later door de Heer Jezus gedaan zou worden. Om ons te redden. Om wie te redden? Allen die in Hem geloven. Allen die in Hem geloven, die werkelijk in Hem geloven. Dit is geen spelletje. Het is niet voor de leugenaars of voor de religieuzen. Het is niet genoeg om slechts een kerkganger te zijn. Nee, de persoon moet dit prioriteren.
God te hebben als de eerste en hem te volgen, de koning der koningen, de Heer Jezus. De Heer Jezus is de koning van het koninkrijk van God. En wanneer hij zegt, zoek op de eerste plaats het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zegt hij in feite, prioriteer op de eerste plaats mijn woord. Volg mijn adviezen op. Wees gehoorzaam aan mijn stem. En door de Heilige Geest zal ik u het vermogen hiervoor geven. Dus wanneer de persoon dit geloof omarmt, dit type offer, als u bereid bent om het koningschap van uw hart en van uw ziel op te geven, en u bent bereid om de Heer Jezus te plaatsen als heerser van uw hart en van uw ziel, wanneer u dit doet, dan wordt de persoon rijk, overvloedig. Want de Heer Jezus, hij beloofde niet een gelimiteerd leven, een onstabiel leven. Nee, hij kwam om leven te geven en een leven met overvloed. Maar dit leven met overvloed begint binnen, in ons. Wanneer wij gehoor geven aan zijn stem, wanneer wij ons leven onderwerpen aan hem, wanneer wij op een nederige wijze zeggen, ja Heer, wat wilt u dat ik doe? Ik heb gebeden tot God, het gebed van onze Vader. En op het moment dat de Heer Jezus ons leert om ons te vragen om het dagelijks brood, vraag ik, Heer, het dagelijks brood voor mij, Heer, houd in, ik wil uw wil doen. Dit is het brood dat ik dagelijks wil eten, dat ik wil, dat mij zal vervullen, verzadigen. Want ik weet dat als ik de wil van hem doe, als ik hem behaag door zijn heilige wil te doen, en dat het beste is voor mij, zeg ik u, dan zal hij op een natuurlijke wijze mijn gehele leven zegenen. Mijn huwelijk zal hij zegenen, mijn gezondheid, mijn werk. Hij zal alles zegenen. Alle werken van mijn handen zullen voorspoedig zijn. Waarom? Omdat ik hem op de eerste plaats aan het behagen ben. Daarom dat de Heer Jezus zei, zoek op de eerste plaats het koninkrijk van God. En wanneer de persoon de doop met de Heilige Geest ontvangt, dan omarmt hij u. En wat gebeurt er? De Heilige Geest in uw binnenste zal u begeleiden hoe te leven overeenkomstig zijn wil. En als de persoon beslist te gehoorzamen, want dat is een keuze van de persoon, het baat niets de Heilige Geest te ontvangen om alleen in de taal van de engelen te kunnen praten. Dat baat u niets. Het is niet daarom dat de Heilige Geest komt. Hij is de Heer Jezus in geest, in ons, die ons wijdt in de groene grazige weide. Dat het leven met overvloed is. Alleen dat hij eerst over u dient te komen, plaats dient te vinden in uw binnenste. Hij dient de heerser te zijn voor u. Hij dient belangrijker te zijn dan uw vader, dan uw moeder, dan uw kinderen, dan uw reputatie. Want uw materiële goederen, ze kunnen daar zijn, maar hij dient de eerste te zijn. Want of hij is de eerste, of hij maakt geen deel uit van uw leven. Dat is, maakt deel uit van de wet van God. De wet die hij gaf aan Mozes. Het eerste grote gebod. U zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht. Dat houdt in de heerschappij van de Heer Jezus in ons. Wanneer wij waarlijk van hem houden, en het houden van God hier heeft niets te maken met gevoelens. Het gaat hier om gehoorzaam zijn aan zijn stem, zich onderwerpen aan God. De persoon stelt geen vragen, de persoon gehoorzaamt simpelweg. Dit betekent
de eerste liefde hebben in de Heer Jezus. Van Hem de eerste liefde van uw leven maken. Het is normaal dat wanneer de persoon het eerste grote gebod in praktijk zet, zal de persoon op een natuurlijke manier ook het tweede gebod volgen. Uw naaste liefhebben als uzelf. En het is dit dat wij doen in de Universele Kerk van Gods Rijk. Wij willen tot de naaste brengen wat wij hebben ontvangen van de Heilige Geest. Hetgeen dat ik heb ontvangen van God, breng tot u. Wilt u een grotere rijkdom dan deze, een grotere glorie dan deze? Het bestaat niet. Dus wat God mij heeft gegeven, geef ik door aan u. Nu, als u erin gelooft of niet, dat is uw probleem. Maar wij zijn ons deel aan het doen. Dit is wat de Heer Jezus deed. Toen hij stierf daar op Golgotha, stierf hij voor allen. Voor de katholieken, voor de spiritisten, voor de boeddhisten, voor de moslims. Hij stierf voor allen. Voor allen. Maar wie zullen bevoordeeld worden door dit offer van de Heer Jezus? Alleen diegenen die geloven. Alleen diegenen die geloven. Maar hoe? Het is niet een kwestie van alleen zeggen, ik geloof in de Heer Jezus. Dit zal niets oplossen. U dient een actie te ondernemen. U dient zich over te geven. U dient uw leven te leggen op het altaar, zodat u het recht, het privilege kan hebben om van God op te eisen de beloftes die hij heeft gemaakt aan u. En ik zeg u dit met veel moed, maar ook met veel nederigheid. Want het is een recht dat mij toebehoort als ik mijn deel nakom in het compromis dat ik met God heb. Als ik mijn deel nakom, dan is het niet meer dan normaal dat ik rechten en privileges heb. En God weet dat die vervuld dienen te worden, nagekomen dienen te worden in mijn leven. Want het is een huwelijk. Het is een huwelijk. Wanneer wij van de Heer Jezus de eerste maken in ons leven, dan zetten wij ons leven aan de kant. Wij sterven. De doop in het water is dit. De begrafenis van ons zondige bestaan. Dus wanneer de persoon een nieuw leven begint met God, dan zult u kunnen genieten van de voordelen. Van de behoudenis, van uw geloof, van uw compromis met God. Daarom dat David zei, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Maar als eerst dient u hem te behagen. En de grootste wijze waarop wij God kunnen behagen, de grootste offerande die wij kunnen geven, is ons eigen leven. Dat is ook de grootste offerande die God kon geven voor de mensheid, het leven van zijn Zoon. Dus vanuit onze kant wil hij niet minder, hij wil ook ons alles. Ons leven. Het is leven voor leven. Alles voor alles. Zoals wij gewend zijn om te zeggen. Het is zoals wij al zeiden. Of u geeft of u blijft achter. U geeft, u ontvangt. Als u niet geeft, blijft u achter. Dit is de waarheid. Dit is zoals hoe het is. Het is misschien niet de meest aangename manier om het over te brengen. Dus ik dien op zo'n manier te praten, zodat u het kunt begrijpen. Maar dit is zoals hoe het is. Dit is het geloof. Zo werkt het geloof. Wij worden als waardig gezien tegenover God. Door het geloof. Maar dit geloof is niet een emotioneel geloof. Een sentimenteel geloof. Nee. Het is een geloof dat het compromis bevat. Zoals een huwelijk. Wanneer wij in het huwelijk treden. Ik praat voor mezelf. Toen Esther en ik in het huwelijk traden, een compromis aangingen met elkaar op het altaar, toen wisten wij dat daar op het altaar de grootste getuigen, de eerste getuigen, de belangrijkste uitgenodigden, de voornaamste getuigen, was de Heilige Geest. En tegenover hem hebben wij
ons woord aan elkaar gegeven. En wij zullen aan het eind van dit jaar ons 50-jarig huwelijk vieren. En het is een glorie, een bevrediging, een eer. Wij hebben dit verbond tot op heden stand gehouden. En hoe mooi is het, hoe aangenaam is het om in vrede en in harmonie te kunnen leven, Esther en ik. Hoe fijn is het, waar zij is, ben ik, waar ik ben, is zij. Maar het feit is dat wij leven voor elkaar. En zo dient de relatie te zijn, zo dient uw relatie met God te zijn. Uw relatie met de Heilige Geest. Deze relatie. En beter zelfs. Want de Heilige Geest zal geen boodschappen gaan doen en mij alleen laten. En ik zal ook geen boodschappen gaan doen de Heilige Geest achterlaten. Nee, de Heilige Geest woont in ons. Binnen in ons. Hij woont binnen in ons. Dus hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat dit de reden is waarom God zegt. Daarom zegt hij zo. Dan zult u tot mij terugkeren en zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Het is daarom dat de Heer Jezus zei tegen de Joden. En zij waren een geprivilegieerd volk. Zij hadden het woord, de wet ontvangen. En hij zei tegen hun, jullie zullen mij zoeken en mij niet vinden. En waar ik naartoe ga, zullen jullie niet kunnen komen. De Heer Jezus zei dit tegen de religieuze Joden, de priesters, de schriftgeleerden, de fariseërs. De Heer Jezus zei dit tegen die mensen die het woord kenden, de Torah. Ze waren geleerd, de schriftgeleerden. Ze kenden de schriften, de wetten van Mozes, het woord van de profeten. Jullie zullen tot mij bidden, mij zoeken en mij niet vinden. Maar waarom? Omdat jullie zijn gehecht aan de tradities. Jullie verrichten de meest simpele handelingen. Jullie doen wat jullie doen. Maar het moeilijkste en hetgeen dat ik wil dat jullie doen, dat ik voor jullie heb gedaan. Ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Ik gaf mijn leven voor jullie. Ik verliet mijn troon van glorie. Ik heb me afgescheiden van de Vader, van de Heilige Geest. Om de zonde van de hele mensheid op mij te nemen. Inclusief jullie zondes. Ik werd vervloekt daar aan het kruis. En ik deed dat. Weet je waarom? Zodat jij ook hetzelfde voor mij zal doen. Jouw leven geven aan mij. Voor mij. Want ik kan alleen met jou trouwen. Als jij je leven aan mij overgeeft. Als jij je leven niet aan mij overgeeft. Kan ik niet met je trouwen. Dan zal ik niet jouw echtgenoot kunnen zijn. Als ik het zo kan zeggen. En het is hierom. Dat daar in Jesaja. God zegt. De profeet Jesaja zei. De Heilige Geest gebruikte zijn lippen om te zeggen, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De Heer Jezus. Hier staat niet geschreven de Heer Jezus, maar de verbrijzelde refereert naar de Heer Jezus. Zodat door hem vele kinderen verwekt zouden kunnen worden. Dus ik ben een kind van God, omdat op een dag werd mijn Heer verbrijzeld. Verbrijzeld. Herinnert u, wanneer u vlees verbrijzelt, dan komt het vlees daar verbrijzeld uit met het bloed. En de Heer Jezus werd verbrijzeld daar aan het kruis voor mij. Voor mij. Dus wanneer ik mijn leven geheel, totaal aan hem overgeef en ik offer mijzelf op voor hem, dan ben ik deel aan het uitmaken van zijn offer. Dan ben ik aan het bewijzen dat ik geloof in zijn offer. Ik geloof niet alleen. Maar
ik ben het aan het bewijzen. En dit geloof maakt het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen diegene die God dient en diegene die hem niet dienen. Maar dit is iets heel persoonlijks. Ik heb dit gedaan voor mijzelf. Ik heb het gedaan voor mijzelf. Want alleen ik kon het voor mijzelf doen. Het leven. Mijn leven is van mij, maar ik zelf nam bewust de keuze om dit te doen. En nu, heeft u dit ook gedaan? Als u, beste vriend, het nog niet heeft gedaan, dan zal uw leven blijven zoals hoe het is. Gelimiteerd, smakeloos, een leven in een kritieke toestand. En u kunt niet zeggen, ik ben trouw aan God. Nee, de trouwheid aan God is zoals een huwelijk. U geeft het over. U gaat naar uw honeymoon en u blijft voor de rest van uw leven met die persoon. Zo is het ook met God. Zo is het met de Heer Jezus. De Heilige Geest kwam zodat wij de macht zouden kunnen hebben om onze behoudenis vast te houden. De Heer Jezus kwam om mij de kracht te geven om mijn vlees, om deze wereld te overwinnen, om het kwaad te overwinnen, de duivel. Het vermogen om de duivel, om de hel, de dood te overwinnen. Daarom kwam de Heilige Geest. Hij kwam niet zodat wij alleen in de taal van de engelen zouden spreken. Nee, de mensen die niet denken, rennen achter de gevoelens. Ze zeggen, ik praat nog niet in de taal van de engelen. En ze denken dat de Heilige Geest hierom over ons zou komen. Natuurlijk zult u in de taal van engelen praten, maar dit die niet de prioriteiten zijn. En de Heilige Geest, hij kwam niet over ons alleen om te praten in de taal van de engelen. Hij kwam over ons dat wij het vermogen zouden hebben om de wereld te overwinnen. Dus beste vriend, denk na over uw leven. Want het leven met overvloed dat de Heer Jezus belooft, dient te beginnen in uw binnenste. Wanneer u uw eigen ik overgeeft, uw verlangens, uw passies, uw dromen, wanneer u uw alles overgeeft, wanneer u zichzelf geheel overgeeft op het altaar, dan maakt u van de Heer Jezus waarlijk uw God, uw Heer. En vervolgens zult u wandelen overeenkomstig zijn wil. Dit is wat betekent het Koninkrijk van God zoeken op de eerste plaats in zijn rechtvaardigheid. En u wandelt vervolgens in de rechtvaardigheid. U zal wandelen, leven overeenkomstig het woord van God. En misschien vraagt de persoon zich nu af, bisschop, ik maak fouten. Wij allen maken fouten. Ik heb de Heilige Geest. Ik ben me hier bewust van, maar zelfs zo maak ik fouten, ben ik niet perfect. Maar ik leef niet in de zonde. Ik blijf niet dezelfde fouten herhalen. Eén ding is vallen, struikelen. Maar vervolgens staat u weer op en u neemt de beslissing om door te gaan. Iets anders is dat u doorgaat met de zonde. Het zijn twee verschillende dingen. Dus er zijn mensen, er zijn gelovigen die geen schaamte hebben. Er zijn vele gelovigen die een slecht karakter hebben. Waarom? Want ze gaven hun leven over aan de Heer Jezus binnen in de kerk. Maar daarbuiten geven zij zich over aan het kwaad, aan hun eigen verlangens. En ze blijven met dat leven dat verdeeld is, geen kant op gaat. De ene dag gaat het goed, de andere dag gaat het niet goed. Het gaat een dag goed, twee dagen gaat het weer slecht. Een bepaalde maand gaat het iets beter en de rest van het jaar gaat het weer slecht. Waarom? Omdat de persoon accepteerde niet om 100% van zijn leven te geven op het altaar. Dit is het geheim om uw leven te veranderen. Zodat u op een dag kan aanroepen en gehoord zal worden. U zal zoeken en u zult vinden de Heer en de Redder van uw ziel. Dat God u zegent. En morgen komen wij terug op dit tijdstip. Tot dan.